Meneer Mol, het is deze week 75 jaar geleden dat er atoombommen werden gegooid op Japan. Op 6 augustus Hiroshima en op 9 augustus Nagasaki. Een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog en heel erg belangrijk voor Indisch Nederland. Zeker, zeker. Als die bom niet waren gegooid, dan was er toch wel iets vreselijks gebeurd door de Japan bezette gebieden. Niet alleen in Nederlands-Indië, maar overal waar ze nog zaten. Er gingen verhalen dat de Japanners van plan waren krijgsgevangenen te doden. Ja. En dat ze door staat zouden zijn geweest, dat staat wel vast. Ja. De atoombommen die werden natuurlijk gegooid na de Potsdam-verklaring. De verklaring waarin de geallieerde mogendheden opriepen tot de onvoorwaardelijke overgave van Japan. Nou goed, dat weigerden ze en toen werden die bommen natuurlijk gegooid. Tegenwoordig gaan er stemmen op dat het eigenlijk een oorlogsmisdaad is. Hoe kijkt u daar tegenaan? Zeker, als het nu zou gebeuren, dan zou het een oorlogsmisdaad heten. Want de geallieerden wisten dat er burgers woonden in de twee steden, Hiroshima en Nagasaki. En hebben doelbewust die bommen gegooid. Dus die hebben niet eens gezegd, ja, er is misschien collateral damage. Maar gewoon patsboem bommen erop. Dat ja. Heet nu een oorlogsmisdaad. Maar goed, aan de andere kant, we zijn natuurlijk een klein beetje bekend geraakt met de Japanse oorlogsvoering, ook met het idee van kamikaze-acties en dergelijke. Als Amerika of de geallieerden heel Azië moesten bevrijden op een conventionele manier, dan had het waarschijnlijk veel meer doden gekost. Dan was het een bloedbad geweest, ook onder de geallieerden, want die hebben per eiland, ik weet niet hoeveel duizend mariniers verloren, omdat de Japanners door bleven vechten. Het was eigenlijk onvermijdelijk dat ze die bommen gooiden.